Maar um, jullie zijn ook super kritisch en jullie komen soms achter dingen die niet heel goed zijn voor het bedrijf zelf. Um, ik kan me voorstellen dat ze niet altijd met je willen praten. Dus wat doe je dan op zo'n moment? Um, nou ja, we hebben, we hebben best wel vaak dat we echt afwijzingstelefoontjes moeten bellen. Weet je dat niet per se de leukste telefoontjes ook weer, maar dan. En dan weten we al, dan heeft de redacteur contact gehad met een bepaald bedrijf. En het duidelijk, ze willen niet dat je komt filmen. Oké. Okay. Maar ja, dat heb je dan in een mailtje. Daar heb je niks aan als je een tv-programma TV ja. maakt. Nee, ja. Dus we moeten die belletjes. Dus dan, dan ga je bellen. En dan ga je bellen met iemand waarvan je weet dat hij gaat zeggen... What the fuck, waarom bel je? We willen helemaal niet meedoen, weet je wel. En dan moet je... ja, dan, En dat is dan... Ja, het is een soort... Ja. Ben je echt, een, echt aan het zuigen? Gewoon, natuurlijk. Ja. Van, um, uh, ja. Uh, maar, ja, maar waarom dan niet? En we kunnen het ook zo doen. En dan, uit, en dan hoop je uiteindelijk, ja, heel lullig gezegd, dat de, uiteindelijk de irritatie een beetje oploopt. Dus iemand zegt, ja, nou, daarom niet. Of, uh, 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 of net ja. iets meer informatie dan. Net, je toch je net iets meer informatie geven, geven dan, ze, dan ze willen. Maar je kunt toch ja. vertellen hoe het proces gaat. Kijk, dan kunnen we het niet filmen. Maar dan kunt u mij dat nu toch vertellen aan de telefoon. Je moet natuurlijk wel altijd heel vriendelijk blijven. En een beetje, je moet er ook niet, ook niet erg vinden, dat zag je net al in die fragmenten, om een beetje dom over te komen. Ja, en. Als je dan dus aan het bellen bent met iemand bijvoorbeeld... je belt ook en dan laat je zien van... hé, hey, we mogen wel langskomen, maar is dat gesprek dan eigenlijk al een beetje nep? Dat hebben jullie al, je weet wat diegene gaat zeggen dan. Want je weet al dat je langs mag komen, daarom kun je het programma maken. Ja, maar degene die langskomt weet natuurlijk niet altijd precies... wat wij helemaal gaan vragen. Nu, dat willen we natuurlijk wel altijd weten, wat is de insteek? En dat kan je natuurlijk wel zeggen. Maar soms heb je dat je zegt van... oké, okay, dat is de insteek, daar beginnen we mee. En dan uiteindelijk... Uh, ja, zit er, soms zit er echt een confrontatie bij. Hè? Dan hebben wij toch meer informatie en dan kunnen we dat voorleggen. En dan ge geven we hen de kans. Dat is natuurlijk op zich gewoon goede journalistiek. Hoor en wederhoor. Hé, hey, wij hebben uw product laten onderzoeken. U zegt het is biologisch. Maar we zien dat pesticiden X, Y, Z hierin zijn aangetoond. Goh, hoe zit dat? Ja, het is ook gewoon goed om al van tevoren een groot deel te weten. Zodat je het kunt bevestigen daar. Ja. Dus ja, precies. Ja. Zal het ja. goed onderzoek doen. Uh, ja, het is wel fijn als je als maker ja, goed weet waar je het ja. over, over hebt. Tenminste, ja. als maker, als tv-maker. Niet als maker-producent. Ja. Nog terugkomend op dat dus net van. Um, stel je voor, bedrijven willen niet met jou in gesprek gaan. dus. En ze zeggen echt gewoon nee, je hebt alles geprobeerd je met dat bellen. Um, en je komt gewoon niet aan die bron omdat ze denken, ja, maar ja, de reputatie van onze producten gaat omlaag. Wat doe je dan? Um, ja, dat, dat hangt er een beetje van af. Als we wel. Ik, als dat helemaal het hele verhaal is... als je verder niks met iemand anders kan draaien... dan, dan heb je niet echt een verhaal. Je moet natuurlijk wel iemand hebben die het verhaal wil vertellen. Heb je een soort vertellen. van ultiem trucje om iemand toch over te halen? of, zo, of... Nou ja, uiteindelijk. En dat, en, dat, en dat is niet echt een trucje, omdat ik dat ook gewoon echt geloof. Ik denk dat als je iets maakt of iets doet... Hè, dan moet je altijd bereid zijn om te vertellen... Hoe je dat maakt of hoe je dat doet, zeker als je een product maakt wat, wat je verkoopt aan mensen. Dan hebben jouw klanten en jou de consumenten toch recht om te weten hoe zit dat dan in elkaar? En dat je gewoon. we vragen het altijd aardig en netjes. Weet je, we gaan echt niet, we zijn geen, uh, uh, nou, geen heel confronterende Alberto Steegman die met verborgen Kamer. Je, dat, dat, dat is echt niet de stijl van de Keuringsdienst. Het is gewoon echt een gesprek. en. Als je het wil, dan, mag je, dan krijg je helemaal de ruimte om jouw verhaal te vertellen. Nou jongens, leuk dat jullie allemaal hebben gekeken. Like en abonneer allemaal en dan zie ik jullie volgende week weer om half zeven op donderdag.